Goedemorgen. Good morning. Good morning everyone is, het toch? Good morning everyone. Hoe is het? Goed, met u? Uh, goed, denk ik. Als iedereen mij kan horen, dan gaat het best goed, denk ik. Ik vind het echt bizar, want we nemen vandaag dus niet op op onze gebruikelijke plek. Voor de mensen die op YouTube kijken, die kunnen dit uh, zien. Maar Cherik, die heeft gewoon een hele setup mee naar zijn werk genomen. Het is niet normaal. <laughs> Ja, zoiets. Ik moet alleen niet te veel draaien, want dan denk ik dat hier alles uit elkaar valt. Maar het is echt wel bizarre. Uh, jullie ja, jullie zien daar, da Daar, daar, daar. Ik moet even goed naar mijn camera blijven kijken. Het is ik sowieso een lelijke camera vandaag, want ik heb een 27B-cameraadje nou, gemaakt. Ik, ik vind hem netjes. Uh, ten opzichte van 4K die thuis. Dit is de oude deur van de Phoenix. Ken je dat nog? Mij zegt het helemaal niks. Nee, de Phoenix is zittard. Ik, uh, ik werk bij, natuurlijk bij Poppodium Volt. Daar zit ja. ik uh, nu. En uh, uh, vroeger stond hier uh, de Phoenix en uh, daar hebben ze de deur van uh, behouden, want er zitten allemaal mooie stickers op en zo. Daar staan echt leuke bands op, hoor. maar echt. Het ziet er wel bijzonder uit. Ja, dat, uh, uh, het is een, een, een bijzondere deur met bijzondere namen en herinneringen, zullen we zo maar zeggen. Dus uh, voor degenen die een beetje, een beetje bekend zijn in het sittertse, die uh, zullen die deur wel uh, herkennen. Dus ja, ik uh, heb vandaag mijn setup meegenomen. Uh, en ik denk, dan doe ik het. Uh, doe ik gewoon hier opnemen. Wat maakt het uit? Gewoon doen. En voor mij, het ziet eruit alsof Sherry gewoon zijn eigen fantastische spullen altijd heeft. Want hij heeft wel eens een goede microfoon bij zich. En kan hem verstellen van hoogte. Het is niet te doen. Ja, ja nou, heel veel. Ik kan, wel, ik kan wel hoger zetten. Niet heel veel hoger. Maar uh, nee, dat zou sowieso niet heel veel uh, zin hebben. Want dan zit echt die uh, microfoon zo in mijn neus. Maar ja, jij neemt natuurlijk altijd ook heel veel op locatie op. Hè? Dus jij kan ja. dat wel. Ja, ja, maar ik heb nu voor het eerst uh, mijn Focusrite mee. Uh, die? Ah. Uh, die heb ik gewoon aan mijn, mijn laptop gekoppeld. Uh, dat ding weegt ook helemaal niks en er gaat gewoon een USB-C-kabeltje in en klaar. Dus dat is heerlijk. En uh, tot nu toe zie ik mijn sporen uh, lekker doorlopen in, uh, uh, in het project. Dus dan zou alles goed moeten komen. Het zou goed moeten zijn. Ja. En anders uh, hoor je deze podcast uh, in een beetje <laughs> Skype-achtige, slechte setting. Dat kan ook. Dat is de worst case Ben je op het nemen trouwens, Shrik? Ik uh, uh, heb hier linksboven staan tot opname stoppen. Dus ja, ik neem aan dat ik aan het opnemen ben. Oh, oké. Okay, want ik was dus. Ik, normaal, als wij beginnen, even een achter de schermen dingetje. Dan zie ik altijd even voordat we gaan opnemen. Dan gaat Skype, wordt dan het beeld opgenomen. Ja. En dan zie ik eventjes zo'n hapering. Maar je internet is denk ik hier beter dan thuis. Nee, nee, die is zeker niet beter dan thuis. Uh, mijn 4G is een stuk trager dan uh, mijn uh, <laughs> dus het, uh, 500 uh, uh, mbit lijdje Ja, thuis heb je het beter uh, dus, uh, natuurlijk. Maar, maar ik, uh, ja, uh, nee. ik dacht al, hebben ze het opniemen, hebben ze het opnemen. Ja, nee, ik, uh, ik moest vandaag toevallig op kantoor zijn om een deur open te maken voor iemand die deuren kon fixen. Ah. Uh, dus toen zeiden ze, van, kun je, dat, uh, kun je dat vandaag even doen? Toen zei ik, ja, dat kan wel. Dus ah, dan kun je gewoon geeft. je eigen ding doen. Ja, nou ja, dat is een beetje de vrijheid natuurlijk die ik wel heb. En ik werk vandaag ook weer langer dan het ook normaal zou werken. Dus hè, het uurtje van dit opnemen is gewoon geen werktijd. Want ja, ik was om 8 uur al hier. Dus uh, normaal begin ik pas om tien, Dus uh, er zit wat spelingsruimte in mijn uh, nice. dag. Ja, en, uh, en jij? Jij hebt het warm zeker of niet? Uh, nou, het valt nu wel mee. Ik heb hem lekker even gekoeld. Het was vannacht ook lekker een koele uh, nacht in principe. Maar het werd natuurlijk alweer wat warmer vanmorgen. Even je van die ladertje aan en nu zijn we hier. Dus het zal gedurende dit uur wel wat warmer worden. Maar... Ja, ik begin al te zweten. Het was afgelopen ja, week niet zo warm, maar nu het gaat het wel. het wel. Ja, het is een beetje af cool, het hè? Dat is wel lekker. Ja, even, even lekker, ja. Het hoeft niet te gaan regenen van mij. Voor mij mag het wel een beetje zomer blijven. Maar, uh... Nee, nou ja, regen. Uh, ik, ik heb een fotoshoot gepland voor komende zondag. En uh, daarvan teksten ze al, het gaat regenen, zullen we het zaterdag uh, doen. Nou, dat ja. is moet een ah, beetje zomerse shoot hebben, dus het moet ook niet uh, te heet zijn, want dan wordt zo'n shoot ook vervelend. Um, ja, is maar zo. Maar regenachtig past er gewoon niet bij, dus we moeten even kijken hoe het in de loop van de week, uh, week gaat. Maar ja, het is, uh, het is, uh, het is weer een, gewoon een week lijkt het wel. Alsof het ah, voor gaat. mij ook dus. Hè? Ik ben dus weer ja. gewoon hier en daar naar mijn werk aan het rijden, ik ben andere dingen aan het doen. Het begint allemaal weer, Cherique. Maar Ja, echt. Je, je zou dat denken, hè? maar ik, uh, ik had uh, een vriend van mij getekst uit Amerika vanochtend. Ja, ja, daar zit gewoon de raam aan. En die zegt, uh, nou, uh, wij zijn uh, gewoon lekker uh, je dingetjes weer aan dicht gooien. Uh, dus ja, dat is een stuk minder uh, dan gedacht. I ja, waar wij het vorige week al over hadden, dat ik het bizar vind dat uh, Universal open gaat. Uh, Universal is al open in Orlando. Ja. Maar dat is Disney wat open gaat. Uh, Disneyland, dat is mijn nieuwtje van de week trouwens, uh, in Anaheim. Die hebben een opening uh, die ze aangekondigd hadden voor 17 juli uh, afgezegd. Dat gaat niet door. Die is weer uh, tot na de orde gesloten. Ja. ja het maar is... als je de cases in Californië bekijkt, vind ik dat niet zo gek. Want het is bizar aan het stijgen. Echt, het is hoger dan toen alles begon. Ja, maar dat is natuurlijk ook waar, uh, waar er heel veel over is gesproken. Het is zo regionaal. Hè? Terwijl het eerst helemaal uh, global werd gedacht. Nu kun je ja. gewoon veel beter op, op kleine locaties of kleinere locaties bedenken. Wat moeten we in deze. in Amerika hmm. voor staat dan? Of wat moeten we in Nederland. met, met regio's of, of provincies? Ja. En dat zie je ook in Duitsland nu heel erg. Hè? Hier ja. in Duitsland. Uh, dat duikt wel eens wat op. En dat wordt gewoon meteen helemaal vastgezet. En. Uh, proberen ja. ze te killen op die manier. Ja, het, 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 het zal voorlopig die weg blijven. Uh, lijkt het wel zo. En uh, in Nederland hebben we natuurlijk alle luxe. En het. Uh, uh, het de, 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 de cijfers. Uh, worden niet meer duidelijk? gedeeld. Nee, ja, dat ben ik ook probleem. Ja, weet je, uh, dat is nu... Mag ik dat zo zeggen? Ik ben even martsmeet. Uh, het lijkt, ik durf het niet helemaal te zeggen, maar het lijkt hier echt wel een beetje stabiel te worden. Ja, het wordt steeds beter zelfs. Laat, uh, laat het hopen, man. Laten we hopen, maar dat betekent nog steeds dat er uh, genoeg keuzes gemaakt moeten worden over uh, de lange termijn. En, uh, en daar moet naar gekeken worden. Ik heb afgelopen weken mijn werk uh, zowel in heel als in kerkraden uh, rondleidingen gehad. En uitleg gekregen over hoe wij open gaan. Want we mogen open en we mogen open mm. met meerdere mensen vanaf nu. Um, ik hoop dat we er snel vanaf zijn. Het wordt leuk, het wordt, we Ech. gaan het aanpakken. Maar het is echt, er komen nieuwe taken bij en dat is allemaal uitdagend. Maar je denkt echt van, ik wil gewoon met mensen in contact. Ik wil gewoon... Die mensen een leuke avond bieden. En het is, die gaan een leuke avond hebben. Maar het is allemaal is zo, zo nadenkend. En je moet overal zo opletten. En het wordt een uitdaging. Ja, nou ja, ik, ik, ik zit nu ook letterlijk in het poppodium. En uh, ik heb uh, vorige week, of twee weken daarvoor, hoe lang is dat geleden, hadden we hier uh, de Pink Pop quiz. En oh, ik, uh, die, die kwam uit theater, heerlijk. Ja, uh, en uh, toen uh, moest ik uh, hier natuurlijk zorgen dat dat allemaal een beetje. Qua postering, want dat is mijn deel wat ik dan moet doen. Uh, uh, natuurlijk uh, klopte, dus die, die heb ik uh, toen anderhalf week gelezen, denk ik. Uh, al die dingen opgangen en zo. Mm. En, en qua routing had iemand anders al gemaakt, maar dan moeten nog nieuwe signage voorkomen en dergelijke. Maar we gaan vandaag als schulders aankondigen tot we de livestream van uh, Freddy Melcury gaan uitzenden. Nice. Uh, op 12 juli. Uh, dus daar was ik net de tekst voor aan het schrijven en zo. Hè. Ik bedoel, ik blijf gewoon lekker bezig aan het, uh, als ik dan toch aan het werk ben. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. uh, uh, maar dan loop je net dus weer eens door dat pand rond en denk je ook, ja, het is... Het blijft hetzelfde het pad natuurlijk, alleen... Maar het is er niet op gemaakt, aandacht. hè? Pot nee. Vandorie. We hebben echt een hele... Uh, onze backstage is, zeg maar, gewoon een gang. Mm. Ja, daar kun je gewoon niet met twee mensen passeren. Dat mm. gaat gewoon niet. Maar ik ben nu alleen in het pand, behalve dan die medewerker die nu aan die deur... Maar dat is helemaal aan de andere kant van het pand yeah. uh, bezig. Maar ja, je kunt dus niet met tweeën door die gang heen lopen. Weet je, van dat soort dingetjes. Ja. En dan denk ik van, ja... Uh, ja, er is ook geen oplossing. Er is het niet dat je zegt: van oké, okay, uh, we, we maken het even breder, weet je? Dat, uh, Wij gaan twee voorstellingen per avond draaien, uh, grotendeels van hetzelfde. Ja. En dan uh, we hebben we verschillende zalen, dus we proberen zoveel mogelijk erin te sneaken. in zowel hele als kerkraden. Uh, ja. Maar dat wordt een uitdaging. Maar wel, dat is dan ook weer een beetje ons team. Hè? We hebben er wel allemaal zin in. Hè? En we hebben er allemaal ja, iets van: we gaan ja, ja. dit uh, even fixen met z'n allen. En laten we hopen dat we dit allemaal voor twee maanden hoeven te fixen. En niet voor de komende twee jaar. Maar dat is allemaal zo onzeker. Maar we gaan er voor met z'n allen. We hebben vandaag morgen weer overleg over dit soort dingen. Dus ja, ook vanuit Poppon in Volt zijn we met van allerlei dingen bezig. En het feit dat evenementen weer mogen, want dat was wel echt een hekelpunt punt, zeg maar hier. Geeft ons ook weer misschien wat meer ademruimte. Uh, maar Zeker. ja, shows, ik blijf iedereen mailen over, uh, over onze shows uh, in de nabije toekomst, hè, zeg maar najaar. En het is, iedereen heeft grote vraagtekens. Dus iedereen die uit Amerika komt, daar kun je al een streep door zetten, want die komen gewoon niet. nee Je moet uh, ook een quarantaine twee weken als het zou zijn. Dus. Weet je, allemaal van dat soort geintjes. En ja. daar gaat geen enkele band uh, zich aan wagen, dus dat, nee. dat wordt echt wel uitgesteld. Maar alles wat een beetje hier uit de regio komt... Hè? Duitsland, België, die, die kunnen gewoon lekker die, 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 die crossover maken. En die komen wel. Maar als je dan kijkt naar België, mag je dan in bubbels leven. Dat, dat kennen we hier niet. Dus dat ja, is wel veel beter, hè? Uh, het zou uh, heel veel opties uh, geven hier. Maar, uh, um, je zei net je jouw openingsgedeelte ging over het niet-openen. Ja, het niet-openen van Disneyland in Anaheim. Uh, dat is het originele resort. Dat zou op 17 juli... Zouden we heropenen en het was de perfecte dag, want dan zouden ze precies 65 jaar bestaan. Maar uh, Californië heeft ingegrepen, uh, de staat Orange County, en die heeft met Disney besloten samen dat het uh, niet slim is om dat te doen. En ik snap dat, want ja, laten we wel wezen, uh, het is daar nog niet goed. Maar was die ticketing al begonnen? Nee, het is uh, 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 Disneyland wat dat als proposed openingsdag. Uh, uh, okay. Ingediend en uh, het hotel of het uh, Downtown Disney, dat is het uitgaansgebied, dat was geapproved. Dat gaat ook echt 9 juli al nog gewoon open. Ja, yeah. uh, maar Disneyland kregen ze maar niet en ze mogen er nu dus na 4 juli een nieuwe aanvraag indienen. Oké, okay. nou ja, dit, dan kan het gewoon twee weken opschuiven en dan wordt er iets nieuws bedacht. Of? Ja, ik zelf denk, zouden uh, zo zal zal na augustus, zijn. augustus ja. zijn of zo, denk ik. Uh, ja. Ik denk dat ze daar beter uh, better safe and Sorry gaan doen. Uh, nou ja, en het is, nu, het is nu even kijken wat Orlando gaat doen. Uh, daar stijgt het ook met de dag. Bizar. Maar daar is wel alles opgestart. En reserveringen worden gemaakt. En mensen zijn hun kaart aan het fixen. En... Even kijken. Nou ja, wij, hebben er, wij, wij kunnen toch die kant niet op. hè? Nee, maar ik zou dat, dat nu ook niet uh, willen. Absoluut ja. niet. Dus uh, ja, oké. Okay. Dus, dus het, 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 het goede nieuws van de, van de vorige keer. Onze heropening. Dan kan je ja. de hele streep door. Nou, morgen gaat wel nog steeds Tokyo Disneyland open. Dus dat is toch okay. wel weer lekker, Oké, okay, dat is dan weer lekker. Ja, dat is, en, en wel lekker. En die kan ik wel op. Ik drink op dit moment. Nee, ook nog niet. Ah, maar okay. ik drink op dit moment uit de Tokyo Disneyland glas. Dus dan weet je dat. Ah, oké. Okay. Een beetje in de sfeer blijven. Een <laughs> beetje in de sfeer blijven. Dat ben ik aan het denken ja. als ik echt, echt een, 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 een pre-opening uh, dingetje had of niet. Op zich namelijk niet. Ik heb niet zoveel meegemaakt afgelopen week. Ik ben weer net het bioscoop geweest als iedere week. Ja, dat was wel een dingetje, zag ik op jouw Instagram. Was dat een dingetje? Nou ja, jij wilde graag een filmreeks zien. En dat was in eerste instantie niet te doen. Oh, ik snap dat. Echt, geef mij zo'n baan. Echt, dit soort fouten worden <laughs> nooit meer gemaakt. Uh, nee, ja, uiteindelijk hebben ze het gefixt. Dus dat is positief. Um, Welke nee, reeks wilde ik, jij ik, zien? Um, Batman, toch? De, aangezien aange, aange, ja, ja, aangezien dat er niet allemaal nieuwe films draaien op dit moment, eh, hebben ze um, vanuit, de, vanuit de distributeurs eigenlijk bedacht om wat oude films te, uh, in de bioscoop te gooien, die destijds heel goed uh, liepen, waardoor je uh, wat bezoekers kan trekken die, uh, die je nog een keer kan uh, blij maken met de oude reeksen. Uh, uh, Star Wars komt dadelijk in de bioscoop, ik ben gisteren naar Apocalypse Now geweest. En uh, ja, Batman uh, stond ook op die lijst van, van, van releases. En wat gingen ze doen was namelijk uh, Batman uh, Begins, Batman uh, uh, The Dark Knight en The Dark Knight Returns. Mm -hmm. En die hadden ze zo gepland dat je ze niet alle drie achter elkaar kon zien. Toch echt denk maar hoe dan? Want als iemand dit wil zien, dan wil je ze achter elkaar zien. Hetzelfde yeah. wat ze hebben gedaan met uh, Back to the Future. Hadden ze drie dagen achter elkaar, hadden ze één van die films. Mm -hmm. Dus hè, dan kon je los daarheen. En dan hadden ze één dag waar je ze allemaal op kon zien. Well, makes sense. Ja. Yeah. Maar hier was het zo van, ja, we draaien ze alle drie, maar ook deels tegelijk, waardoor je ze niet tegelijk kan, zou kunnen zien <laughs> of achter elkaar. En dan hebben we één dag door een twee draaien, een andere dag heb je dan een IMAX en een andere dag heb je een 4DX. Echt een weerwaar van hier te to Tokio. En toen keek ik bij Eindhoven, want ik ga normaal gesproken naar Maastricht, en daar stonden ze gewoon netjes op een rij. Ik denk, oké, okay, dan ga ik naar, naar Eindhoven. Voor mij maakt het toch niet uit qua, qua afstand. Het is niet heel veel verschil, hè? Nee, daarom. Uh, dus toen dacht ik, van, dan ga ik naar, lekker naar Eindhoven. En toen zag ik gisteren in de bioscoop. En toen denk ik, ik ga nog eens een keer die app opstarten. Want ja, je moet toch die 15 minuten uh, reclames en, en trailers mm -hmm. doorkomen. En toen zag ik dat Maastricht ook is aangepast. Dus toen heb ik weer uh, Eindhoven afgeboekt. En ga weer lekker naar Maastricht. Want we zijn oh, oh, alle, ja, ja, ja. alle drie in 4DX achter elkaar te zien. Dus ik ga gewoon, uh, hoe lang is dat dan? Een uurtje of, even kijken. Twee, vier, zes, zes zeven uur... Uh, <laughs> zo in de stoel zitten, alle kanten op wanneer uh, geschud worden. Dus uh, ik ben wel benieuwd, want uh, ik heb, het is al een tijdje geleden dat ik die reeks heb gezien, ik denk vorig jaar of het jaar daarvoor. Uh, ja, het, het, het zijn wel echt bioscoopfilms, maar echt bioscoopfilms. Ja, daarom, een, dus dan kan je er lekker van genieten dat dat nu weer is. Ja, dus ik ga dat volgende week, uh, volgende week, maandag ga ik dat doen. Ben ik, ik ben absoluut voorstander dat ze dit vaker gaan doen, gewoon uh, per maand een filmreeks uh, of zo, een uh, zo zondag terugpakken. Uh, ja, maar dat is, dat is vaker hoor. Het is vaker dan dat je denkt. De Volkswagen okay. heeft dat wel regelmatig gedaan. En veel doen dat vaak. Alleen, het is, je bent afhankelijk van die distributeur. En mm. Disney die zegt nu, ja je gaat één Star Wars film terugkrijgen. Uh, Rice, denk ik. Uh, de, 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 de oh, uh, de Force Awakens denk ik. Nee, Empire Oh, echt uh, ja, ja, de oude? Ja, echt de oude. Serieus, komt die? Ja, volgende week. Nee. En die draait tegelijk met Batman. Dus, ik, denk, ik ga er een. Ja, ik wil ook wel heen, maar ga want, niet. Want, want ik, ga ik heb naar die film dus nooit in de bioscoop kunnen zien. Nee, dat, jij dus ook dat is, niet. Dus... dus dat is heel leuk om dat te doen. Maar nou, ik, dat heb ik eerst is mijn vraag. Ik heb een pokkel gedaan en dat was 76 tot die uit is gekomen. Ja, dus die heb ik ook nooit in de bioscoop. Maar gegeven. is het de original die ze draaien? Of draaien ze die 3D-bewerkte versie? Nee, het is niet 3D-bewerkte, maar uh, uh, de originals die draaien ze sowieso niet meer. Want er zit altijd kuts in die je uh, die uh, dat is gewoon kut. Uh, 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 George heeft aangepast. Ja. Dus, dus ik weet niet welke versie. Oh, ik ga even. Ik pak even mijn app erbij, hoor. Even kijken of jullie dat ook draait. Uh, iedereen. Want oh. iedereen denkt dit is geld. En dat is ja, op zich dit, wel heel slim. Dit is geld. <laughs> ik ga één hoor. Ja. Het is gewoon. Het is gewoon lekker, letterlijk geld, ja. Ik ga zoeken ja. Star Wars. Ik merk dat ik hier uh, tijdens het opnemen niet echt op een website moet gaan kijken. Want dan gaat alles heel traag. Nee, dat doet het niet. Uh, oh, ze hebben uh, ook The Rise of Skywalker gewoon. Wat zeg Er is een blockbuster night. Oh nee, die was, die was al ooit. Sorry. Nee, dit, uh, ik weet niet als uh, ik het erbij kan pakken. 5 het is, uh, juli, vanaf 5 juli draait, die. Ja. Ja, twee paar juli draait lang, hij. Ja, een dagen. En juli draait hij zelfs al. Het is een paar dagen. Uh, hij draait niet heel lang. Uh, maar hij draait een paar dagen en dat is goed, dat is net goed genoeg. Maar ik weet even niet hoe is het moet. het is, in het het is uh, ze noemen de niet... Star Wars: The Empire Strikes Back in de actiestad View Classics. Ja, maar dat staat niet bij welke versie het is. Uh, maar nee um, bij uh, oh let bij op de... deze film heeft geen ondertiteling. Ik doen ze niet. ik Tik dat even erbij. Ik heb nog tijd nog twee dagen. Niet dat het erg is, uh, maar Nee, Na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juli, en dan staat hij erna niet meer op. Misschien dat hij erna nog wel doorloopt, dat ligt een beetje aan het de succes, denk ik ook. Uh, maar ja, ik weet niet, misschien heel misschien tot ik het ergens ertussen kan passen. Maar ik, ik, heb, ik heb gewoon echt veel te doen de komende dagen. Maar de Empire uh, Strikes Back is wel echt de allerbeste van die eerste trilogie. Ja, nou ja, je zou, je zou hopen dat ze gewoon een, een de trilogie zouden ja, uitzenden. Doe dat helemaal, het. Maar zo is Disney niet, dat weet je ook. Ik ben al lang blij dat dit er is, kluis, want ik wist die... het niet. Dankjewel, Charique. Ik ga een Bij middag. deze heb ik toch een, op heb ik toch een opening. <laughs> toch die opening. Want uh, 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 we bedenken iedere week natuurlijk een mijn onderwerp. En uh, uh, jij tekstte gisteren, uh, wat wil je doen? Wat wil je doen? Tof. En toen kwam jij met een ideetje. Ja, want uh, we, hebben het, uh, we hebben het er al vaker in, in Q-Talk over gehad. Hè? En dit is natuurlijk D DNS en episode 2. Um, en dan kunnen we meteen, meteen over een van onze grootste liefdes hebben. En dat is toch wel een stukje techniek. En dat is toch wel, hè, wat doen wij met al die techniek? Dat is voornamelijk opnemen. Hè? Dus niet alleen podcast opnemen, maar ook video's, video's opnemen en foto's maken. En daar moeten natuurlijk spulletjes bij. En toen zei ik van ja, dan kunnen we net zo goed als, een beetje als hè, we zijn nog steeds een beetje in die introductiefase. Ja, uh, zeker. Lekker nerden een over, uh, over welke gear we allemaal gebruiken en waarom dat we die gear gebruiken. En dan is dat niet om te stoeven. Zoals ze België zeggen. Het is gewoon om ja, lekker te nerden. Ja, dat. Maar het is niet zozeer om te laten zien wat hebben we allemaal. Maar meer het uh. feit is, Nee, als je wilt beginnen, zou je met dit soort dingen kunnen beginnen en dan kun je uitbouwen en dan kom je misschien op, op, op dingen waar wij nu in ieder geval. En je kunt misschien wel door tips uh, bepaalde dingen overslaan, wat ook wel heel fijn is, want dat kost gewoon geld. Uh, uh, dingetjes testen en dat is uh, uh, soms soms echt heel erg zonde. Dus. Um, uh, vaak zie je op op, op youtube uh, uh, what what's in in my camera bag of in my camera, ja. uh, dat soort dingen dus daar gaan we een beetje aan uh, dit uh, dit dit onderdeel even aan ophangen het komende half uh, half uurtje ongeveer Ja, oh, uh, prima, prima. Uh, en daarna begint mijn meeting dus ja maximaal <laughs> uh, <laughs> maximaal iets minder dan drie kwartier ja 42 uh, uh, minuten toch Nee, dus uh, 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 we nemen even mee wat wij in onze uh, camera hebben en wat we meeschouwen op uh, op zo'n dagelijkse uh, basis, als wij in jouw geval in een uh, in, uh, in een -land, uh, of uh, of voor mijn geval in een uh, in een -podium of een theater waar ik foto's mag maken, of een festival, want die tas blijft gewoon cel. Ik heb mijn tas ook hier. Daarhol dus. Heb je hem je ook echt? Wil je mijn tas zien? Ik, laat me laat me je tas zien. <laughs> Kijk, dit. Ah, dat is dan een fijne zo'n hangtas. Ik heb uh, vier van die tassen. Die echt mijn tas, ik hoop, heb er zeven. Een, een hele hoop uh, geld kosten. Maar ik heb hem maar één keer gekocht. Dus dat is al meteen een, meteen een gratis tip. Koop één keer zo'n tas. Eén keer verzendkosten. Eén keer verzendkosten. Er zit 30 jaar garantie op. Het is uh, de messenger bag van Peak Design. En Peak Design is sowieso thumbs up. Dat, dat, dat is een bedrijf uh, wat echt hele goede producten maakt. Alleen, toen ze begonnen, begonnen ze met die messenger bag. En die messenger bag was in het begin niet zo heel goed. Het was gewoon hun eerste probeersel, zeg maar. En um, ze hadden de, het hengsel, en dit is ook de oude versie. Hebben ze zo gemaakt tot je de hele tijd eraan trekt aan die tas, zeg maar. Ja. En als je daar dus aan de achterkant een rits maakt, dan trek je dus de hele dag aan een rits. Wat super slim is, want dan gaat die stuk. Dus ze hebben ja. uh, me drie keer zo'n nieuwe tas gestuurd. En bij de vierde keer kwamen ze met de versie 2 uit. En toen hebben ze me die maar gestuurd. <laughs> en toen ik die goed. Uh, nou, die is inmiddels stuk aan het gaan. Uh, oh. Maar je merkt gewoon dat ze iedere keer blijven ontwikkelen en blijven kijken. En ze hebben 30 jaar garantie erop. Dus ze sturen je iedere keer een nieuwe. Want je moet gewoon zeggen, ik wil hem best terugsturen. Maar dan krijg ik hem weer terug van de douane. Wat ook klopte. Mm. Want ik heb hem drie keer proberen terug te zenden. En iedere keer kreeg we gewoon keihard terug. Omdat zij gewoon niet wilden wegsturen. Ja, ja, ja omdat, ik weet niet welke reden, zijn achtige reden, weet je. Je moet in mijn die kant op sturen, terwijl het gewoon, volgens mij, uit Duitsland komt voor ons. Um, dus ja, je, je, je stuurt je mailtje, je zegt mijn tas is stuk, dan maak je een foto van wat stuk is. En dan zeggen ze van, hier, we sturen je nieuwe op. Uh, ja, ik heb niet altijd een laptop mee, ik hoef niet altijd die rits dicht te hebben. Dus voor mij is dat een prima oplossing, ja, voor mijn, uh, voor mijn uh, sportgear bijvoorbeeld. Dus dan ben je yeah. daar heb ik het lekker op gebruik. En dan heb ik gewoon één tas, die precies hetzelfde uitziet, voor mijn camera spullen. En dat is een uh, 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 ja, bijna watervast. Het, het, het is water of stoten, natuurlijk, want ze mogen niet watervast noemen. Maar geloof mij, ik heb echt met heel veel regens gestaan en er is niks binnen. Uh, uh, niks mee gebeurd. Uh, Je kunt er uh, compartementen in maken. Dus je kunt zeggen: van Oké, okay, dit is mijn camera, en hier moet mijn lens. En hier moet uh, je hebt een vak voor je laptop, en je hebt een vak voor je accessoires. En je hebt een voorvak waar je allemaal dingetjes los in kan stoppen. Je hebt zijvakjes, je hebt een strap die je langer en korter kan maken, dus je kunt hem als een ja, 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 backpack hebben of echt gewoon als een hangtal. Dit ding is echt top. Het kost wel echt geld. De, de, uh, ik denk ergens rond de 300 euro als het niet meer. Is. Jezus, dan is het wel fijn uh, dat je die 30 jaar garantie hebt. Ja, dat plus dus ook echt die service van we sturen je gewoon een nieuwe. We gaan niet zeiken. Hier heb je gewoon een nieuwe tas en ja, 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 want je hebt er in geïnvesteerd. Je wil het ja. hebben. Dat, dat ja. Ja, en zij maken ook uh, uh, neck straps, zij maken ook uh, uh, tegenwoordig tripods, die echt heel, heel tof uitzien, maar ik heb gewoon niet zo vaak een tripod nodig en ik kan mm. ook niet dat geld daar zomaar op uitgeven. Um, ze maken kleinere tassen, ze maken nu hele grote tassen, echt van die hele grote rug, rugzaktassen, zeg maar. Dus je hebt ook alle, allemaal smaakjes wat je kunt, uh, kunt pakken. Um, dus ja, voor mij zou mijn Peak Design is eigenlijk mijn, mijn start, zeg maar. Het is wel een fijne tas, inderdaad. Ja, wat voor tas En lekker ja, dat die hangt. Ik heb gewoon. Uh, dit is vooral mijn rijstas. Zo'n case logic is dat. Dat is dat merk ja. waar je ook al die, die ja. dingetjes van hebt voor uh, je portable drivers in te doen en zo. Ja, uh. ja ik die heb die heel lang verkocht. Die. En heb ik dan. Ja, deze is heel fijn. Ik vind ja. hem heel fijn. Uh, er zit ook zo'n. Uh, hij is van zichzelf al volgens mij redelijk watervast. Uh, maar voor alle veiligheid kun je ook zo'n uh, regoestroom eromheen doen en dat soort dingen allemaal. Dus het is heel fijn. Uh, ik gebruik hem voornamelijk als ik uh, een trip uh, naar Disneyland Parijs maak. dat er een opening is of iets dergelijks. Dat ik echt al mijn camera's bij me wil hebben. En als wij op vakantie gaan, dan is dat de tas waar de laptop in gaat. waar mijn portable drivers in gaan. waar alle lenzen in zitten, de camera's. Dat ik het wel allemaal bij me heb. Maar ik ben dan uh, op vakantie wel zo dat ik. Uh, mijn makkelijke rugzakje heb En dan gaat er gewoon één of twee camera's gaan daar beveiligd in mee. Dat ik niet de hele dag uh, op vakantie in 40 graden met die enorme tas op mijn rug loop. Ja, ik weet niet of jij dat probleem hebt. Je hebt. Dit is een, een rugzak, dus je hebt twee straps. Mm -hmm. Dit heeft er maar één, hè? Nou, ja, wel relaxed, dus, ja. Dus ik loop de hele tijd zo. Oh. <laughs> Want je hebt best wel wat gewicht mee. Ja, dus, je is best wel zwaar. Dus ik merk wel dat uh, ik had vroeger ook zo'n rugtas en Ik weet niet meer van welk merk dat was. Uh, maar het nadeel daarvan vond ik dat hij zo groot is. Dus je hebt zeg mm -hmm. maar je hele rug gecoverd. Ja, hij zal echt helemaal je, je rug. Ja. ja, en dan denk ik, ja, dat, het is natuurlijk ook voor een stevigheid. Dus ik snap dat punt ook wel. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het is ook wel. Nou, dit, hier kan ik wat meer mee schuiven. Hier mm. kan ik een keer verhangen, kan ik een keer anders. Het, het kan kort langer, langer maken. Maar jij gebruikt dat, het denk ik wel meer dan ik. Ik heb vooral als opslag. Nu hier vind ik het heel fijn dat mijn spullen gewoon niet liggen te verstoffen. Ja. Maar gewoon lekker in die tas liggen. En ik gebruik hem voor op reis te gaan. Dus ik heb hem niet zo heel vaak op mijn rug. En, die, en deze mag gewoon uh, boven in het uh, vakje? Ja, 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 ja die top. mag gewoon... Uh, ik kan deze omhangen en dan mag ik alsnog uh, uh, een koffertje meenemen als ik op vakantie ga. Dus, uh, Ideaal. Ja, dat, want dat is natuurlijk ook als je, als je reist met een vliegtuig. Ja, dat weten mensen, dat moeten we allemaal niet meer doen. Ja, uh, wel. Uh, dan, <laughs> kan dan zeggen, dan, uh, dan moet je er altijd rekening mee houden. Wat je, als ik uh, naar, uh, bijvoorbeeld uh, in december naar Londen toe ga. Ja, ik heb ook geen koffer meer. Hè. Dit is gewoon mijn tas, mm. daar, daar kan ik gewoon een paar t-shirts in rollen. Een broek in rollen. Ja, wat, uh, wat ja, ja. ondergoed wat sokken. Uh, en mijn uh, toiletspullen, zeg maar. En dat past. Dat is gewoon lekker klein en compact. Daar hoeft het meer ook niet in. En dan heb je gewoon een kleine schoudertasje. Of ja, schoudertasje. Uh, Zo'n zo uh, messenger bag. Uh, ja. mee, uh, en dat zit. Meer heb je ook niet nodig. Dan hoef je niet zo'n En wat te van voeren. deze tas voor mij heel fijn is, is dat ik uh, toen ik die niet had, zat alles gewoon weggestopt in mijn koffer en in mijn uh, gewone ja. rugzak. Uh, maar nu, als ik bij de douane kom, ik hoef hem maar open te ritsen. Ze zien precies wat erin zit. Dat ja. is goed. Normaal moet je alles één voor één eruit halen, allemaal eruit. Hup. Dat gaat gewoon veel makkelijker nu. Ja, dat heb je natuurlijk als bij toegangscontroles van concerten ook wel eens. Hè? Als je dan met je cameraspullen aankomt, dan willen ze in je tas kijken. En dan is het gewoon zo'n lipje wat je naar beneden duwt. Tas open. Kijk, een cameraspul. Ja. En je doet weer naar beneden. Daar gaan ze ook niet in zoeken. Dus alles wat je onderin stopt, daar gaan, daar gaan ze gewoon niet kijken. Dat, die zien gewoon bovenin je cameraspullen. Die zien je yeah, foto pas of je perspas en dan laten ze je door. Um, ja, ik heb, ik heb meestal uh, uh, zo'n batterij. Maar, ja, dan kom ik wat is in my bag. Uh, zullen we de accessoires doen of eerst de, de main dingetjes? Uh, laten we eerst de main dingetjes doen. Ja, laten we de main dingetjes doen. Uh, wil jij beginnen of ik? Begin maar. Oké. Okay. Ik, ik schiet al uh, 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 mijn allereerste camera. Ja. Dat was een uh, Nikon uh, D70S. Uh, als we de spiegelreflex hebben, daarvoor heb ik nog wel een compact gehad, maar dat was mijn eerste spiegelreflex. Uh, daarna ben ik heel lang uh, uh, heel veel verschillende Sony's afgegaan. En toen maakte Sony eigenlijk alleen nog maar bakker camera's. Dus toen ben ik terug. Als een spiegelreflex camera's. Ja, 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 ja. ja. Dat, 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 dat kunnen ze dat spiegelreflex en Sony. Dat is nooit, nooit goed. Goed marriage <laughs> geweest. Um, dus toen ben ik weer terug overgestapt naar Nikon. Om heel veel redenen. Uh, en op een gegeven moment kwam ik uit. Uh, degene die ik nu heb is de Nikon D850. Dat is zeg maar de hoogste camera die je kunt hebben. voordat je naar de aller, aller, aller duurste gaat. die ik niet ja. nodig heb. Want dat is de D6 op, uh, op dit moment. Dat um, is bij diegene die je bij sportwedstrijden ziet, zeg maar. Uh, of diegene die bij Wildlife fotografie ziet. Ja. Dat ga ik gewoon niet doen. Dat ding is 6.500 euro, 7.000 euro. Ja, en maar die is, heb je voor jouw dingen niet nodig. Dus het is onzin. Nee, en, en dit is nog 3,5K of zo. Hè. Dus dat, dit, dit is al duur, uh, duur zat Maar dit is het hoogste wat je kunt hebben binnen die normale reeks. Um, en die camera kan, uh, kan uh, topfoto's maken. Kan 4K filmen. Um, het verschil met een, met een compact camera, hè, de vlogcamera die jij daar ook al gaat nu benoemen, daar zit geen stabilisatie in. Dus mm -hmm. je, je stabilisatie zit in de lens. Dus je koopt echt een body en daarmee moet je het doen, zeg maar. Dan, dat, dan ga je daarna ga je ook alles veranderen. En dat is natuurlijk... Ja, dat hangt het af van lenzen en zo, hè? Ja, en de lens die ik gebruik is op dit moment uh, de... moet ik even goed uit mijn hoofd uh, zeggen, want ik heb ze natuurlijk niet nu voor me paraat staan, helaas. Uh, de Sigma ART 50 mm 1.4, uh, de Nicor 2470 2.8, de Nikkor 70 70200 2.8, de IRIX 15 2.4. En dan heb ik nog als speellenzen de Nikkor 50 mm 1.8 en de Tingy uh, pinhole lens. Ja, dat zijn de zeven lenzen die ik heb. Jezus. Uh, standaard in mijn tas zitten de 50mm van Sigma, uh -huh. de 40-70, de 70-200 en de uh, 15. Die zitten standaard, standaard altijd in mijn, mijn tas. Dat, dat, dat gaat overal mee heen. En naast die lenzen heb ik ook nog een extra body erin. Want dat is zeg maar mijn oude body. de Nikon Ja, ja dan mocht er een keer wat mis zijn, dan ja. heb je altijd een backup. Ja, exact. Uh, dus dat, die, zit, die zit gewoon letterlijk met een volle batterij in mijn tas. Er gebeurt niks mee. Ga ik nooit aanraken. Hè, als ik het over fotografie heb, voor wel. want dan is mijn, dat is gewoon mijn tweede camera. Um, um, en die, zit daar, die, die, die hangt er gewoon. Maar dat betekent dus altijd dat je dat wel altijd mee hebt slepen. En het verschil tussen een, een, een Nikkor Lens 50 mm 1.8 en een Sigma is echt wel heel veel gram. Want dat is, dat is een blokbeest die echt ja. heel zwaar is. Uh, wel een 1.4. Dus die is super scherp en super snel. Um, top ding. Alleen ja, ik ben niet zo uh, uh, voorzichtig. Dus bijna al mijn lenzen zijn aan de voorkant kapot. Dus waar normaal gesproken de filter op zou draaien. Yeah. Dat kan ik nog bij één lens. Okay. <laughs> de rest zijn al die dingen. Want jij loopt overal tegenaan. Of. Ja, <laughs> uh, man. Ja, maar, weet je, dan, 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 dan stoot je weer iets en dan, dan kraakt weer iets af. En dan breekt weer iets en dan dit en dat. En op een gegeven moment heb ik ook met. Ik had al die filters erop gekocht, die ook honderden euro's kosten. Die zijn allemaal gesneuveld, maar echt allemaal. Gewoon ja, ja. door ergens tegenaan te stoten, kras je erop. Weet je, uh, het is glas, dus dat breekt dan. Maar aan de andere kant. Je bent blij dat je filter breekt van 100 euro. En niet je, en niet je lens. En niet je glas van, van 2000 euro. Jeetje, okay. ja. Het, het, het heeft ook wel zo zijn voordelen, zeg maar. En um, ik heb dit uh, um, toen ik overstapte van, van Sony na, naar Nikon, voor de mensen die het niet weten: je kunt niet lenzen automatisch meenemen. Dus elke nee. keer als je van merk verandert, moet je beseffen: oké. Okay, dat betekent dus dat ik nieuwe lenzen moet kopen. Dat betekent dat ik dat mee in de kostprijs moet, moet zetten. Dus je bent niet 3.500 euro kwijt. Of wat die camera op dit moment kost. Maar ik ben een paar duizend euro meer kwijt. Want ik wil die lenzen. Datzelfde en accu's. En ja. alle ja, de, de, accessoires. Accu, ja, de accu's zijn ook wel redelijk uh, 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 goedkoop. Want dan ben je voor 80 euro bijvoorbeeld klaar ofzo. Dan mm. zijn je echt naar nou zo'n zo blok bezig. Maar dan moet je toch allemaal meerekenen. Ja, ja moet je moet wel meerekenen. Maar <kuggen> ik bedoel, voor mij is dat op een gegeven moment wisselgeld. Als je over dat soort bedragen spendt, Ja Ja, ja, ja. Um, maar die lenzen, ja, toen ik overstapte van Sony was het oké. Okay. Ik wil per se 50, ik wil per se een 70 en ik wil per se een uh, 200. En die drie, wat eigenlijk de holy trinity is natuurlijk, hè, uit lenzen. Holy shit, dat kost een hoop geld. Ja. Maar ja, daarmee en uh, fotografie in, uh, in binnen situaties zoals een concertzaal bijvoorbeeld of een theater, dan moet je lichtgevoelige lenzen hebben. Terwijl als ik Zeker. naar buiten zou gaan. En wat je met festivals hebt, ja, dan kun je met bijna iedere lens die hè, voor 100 euro hetzelfde doet, zou je er ook mee uitkomen. Maar dan heb je een F6.3 bijvoorbeeld erop zitten. Ja, dat maakt niet uit. Je hebt dat, dat, dat gaat. Maar binnen, hoe lichtgevoeliger, hoe beter. Dus je bent altijd op zoek naar alles wat lager dan 2,8 is. En 2,8 is zelfs voor mij aan de hoge kant. Maar ja, soms kom je gewoon niet op een andere plek. Mm. Dus ja, dat is een beetje wat wel uh, standaard aan, aan camera gear zeg maar, in mijn tas zit, wat altijd meegaat. Ik heb geen flitser mee, zit nooit in mijn tas. Ik heb geen uh, ledlampjes mee, zit standaard niet in mijn tas. Ik heb ze wel, maar zitten niet standaard in mijn tas. Dus als ik uh, komende vrijdag weer ga fotograferen in, uh, in Popodium Grenswerk, dan is, uh, is dat mijn setje wat ik uh, aan camera spulletjes mee heb. Klinkt uh, zwaar? Ja, want de, de rest, die je, de aswaren komen dadelijk bij. Dus ik zal je dadelijk nog vertellen hoe, hoe, hoe zwaar dat nog maar is. Dus dat, en voor iedereen die, die altijd twijfelt, want dat hoor ik toch vaak, ja, uh, moet ik een fish eye kopen? Nee, ik koop geen visai. Dat, dat is, is gewoon leuk lelijk. Te, ja, is gewoon lelijk, maar als je het voor, voor 200 euro op de computer tikken, lekker erbij nemen, zeg maar. Het is mm. leuk om in je, je aswaren te hebben, als je in je kitten hebt, maar neem hem niet te vaak mee. Want dat, dat, je foto's worden gewoon niet heel mooi natuurlijk uh, smaak of snel snap ik wel allemaal, dus iedereen die nu aan het schrijven is naar, uh, naar zijn podcast, uh, ik snap het maar heel vaak heel veel fotografen als ze hem hebben gaan ze hem te vaak gebruiken en je moet nog maar één of twee keer max weet je, dat is zat meer dan genoeg, meer foto's moet je gewoon niet willen Um, maar ben je dan niet? Iemand die staat te fotograferen met allebei je bodies en verschillende lenzen erop. Nee, nee, ik switch. Ik blijf switchen. Maar en dan ben je wel e tijd kwijt, toch? Ja en maakt het uit? Nou, nee, ik bedoel op een moment, ik weet niet, ik ken van, jij mag misschien een hele avond fotograferen. Maar vaak hoor je, ja, je mag drie nummers fotograferen ja. en zo. Ja, de standaardregel is drie. En uh, ik probeer dat wel overal waar ik werk eruit uit de slaan, gewoon echt. Want dit is bullshit. Mm -hmm. Die regel is namelijk verzonnen ergens. En dat komt vanuit bands, dat komt niet vanuit podia. Maak, je laat je dat niet wijsmaken. Een podia mag dat niet beslissen. Een podium gaat namelijk niet over fotografie. Die mogen toegang mm -hmm. geven, maar de band beslist hoe lang zij dat willen. En de meeste bands van nu... Die, 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 ja, doen die willen niet. gewoon vette foto's hebben. En als het nou bij nummer 7 is, of bij nummer 13 in de setlist, is, of bij nummer 1, dat maakt niet, niet uit. Maar voor mij is het altijd het gevoel, en dat gaat dan naar de bands, dus het gaat niet over de techniek. Een band moet ook in, in het ritme komen. Ja. En een band werkt twee jaar aan een plaat en die maken creatief een nummer. En dan wordt er tegen een fotograaf gezegd, die ook creatief is, hé, hey, in drie nummers moet jij je werk hebben gedaan hè? en dan mm -hmm. moet je wegwezen. Ja, sorry, in tien minuten ga, ga je dat niet doen. Dus als iemand dat zegt, dan krijg je gewoon standaard foto's. Terwijl als je mij gewoon, hè, dat, dat, dat weten de bands waar ik mee werk, weten dat. Als je mij gewoon de hele show laat doen, op een gegeven moment weet ik wat ik moet doen, dan weet ik ook wat ik moet fotograferen. Dan weet ik ja, hoe ja, ik ja, je moet die band aanvoelen gaan en je moet... Uh... Dan ga je op een hele andere manier uh, de, te werk en dan krijg je echt betere foto's. En dat is wat je uiteindelijk wilt, denk ik dan. Ja zeker. Uh, maar heel veel zalen zijn dan heel bang. En dan menen ze dat ze iets gaan horen van de management of zo. En natuurlijk zijn er nog steeds mensen die dat doen. Uh, managers, stop daarmee. Vertel je bent, we gaan de hele show fotografen erbij laten. Alleen zeg wel tegen die fotografen, je gaat niet voor het publiek staan. Nee, Want nee. Dat nee, is nee, de enige precies. regel waarvan ik zeg van, hey, daar moet je wel mee mee omgaan met de ticketing. Hè? De mensen die een ticket kopen, het is allemaal voor... duur genoeg natuurlijk ook. Hè? Dus, uh, maar ja, in, in drie nummers, in, bij de meeste shows Ik ben meestal binnen drie nummers weg Omdat ik gewoon binnen drie nummers klaar ben Want hoeveel foto's wil je hebben? Er zijn ja, sommige fotografen die 300 uh, shots maken En 300 uh, foto's online zetten Ik maak in een goed geval 100 shots Als het goed is mm -hmm. En dan hou ik 10% over Dat is een beetje mijn vuistregel Dus ik hou 10 foto's per show over En als nou, ik buiten sta, dan haal ik een veel hoger percentage Want dan gaat alles goed Maar uh, waarom zou ik meer doen? Dus het voorprogramma ja, heeft meestal tussen de drie en vijf foto's. En het hoofdprogramma heeft meestal tussen de vijf en de tien foto's. En dan heb je een set van 15. Max. En dat zat. Denk ik dan. Ja. Ik heb liever 15 goede foto's dan 300 kutfoto's. foto's. <laughs> uh, ja, ik was gisteren. Uh, uh, wat is het vandaag? Vandaag is dinsdag, hè? Dinsdag. Ja. Uh, ik was zondag bij een concert. En dan stond een fotograaf. En dat echt niet. Ik, dat past gewoon niet op een beeld. De lens was echt zo'n foto lensen euh, zo'n zo sportlens. tele -lens dingen Nee, gewoon zo'n 300 millimeter vast, zeg maar. Of weet ik veel, wat voor, wat voor uh, 500 millimeter. Ja. Iets in die trend. Dat zijn echt van die kanonnen, die zeg maar tot je, tot je knieën hoger komen. Die gast heeft het erop gezet, ik heb zijn foto's gezien. Sorry, maar ze waren niet scherp. <laughs> echt, je kunt, ik snap dat het heel tof is om met zo'n lens bij een concert te komen. Daar zijn die dingen niet voor gemaakt, maar echt niet. Je is ook handig dat... bij een concert, joh. Ach, maar hij stond daar echt gewoon heel stoer te doen. Ik weet niet. Maar als, je, als je dit luistert, sorry, maar nee. En, um, en ik <tank> kom daar gewoon. En, ja, <tank> even. en ik zat er echt gewoon met mijn kleinere kit. En dat is allemaal, een je... Ja, maar daar gaat het ook allemaal niet om. Je kan nee, dit, het gaat om, gewoon een goede foto maken. En het gaat je, vooral om je eigen creativiteit. Ja, maar ze waren want, want, niet goed bewerkt, ze waren nee. niet scherp. Allemaal, weet je, ook gewoon kaderfouten. Dat ik denk, tuurlijk mag je creatief zijn. Natuurlijk mag je een tof foto maken. En ook met een fisheye, het maakt me niet uit. Maar maak er iets moois van. Mm. En als je dat al niet lukt... Nee, nee, laten we het zo zeggen, je kan nog zo'n dure camera's hebben. Maar ja. als je zelf niet creatief bent of het shot niet ziet, nee. dan heb je er niks aan. Nee, daarom. En ik heb ook echt niet vijftien uh, altijd goede foto's. Daar dat ben ik ook heel eerlijk in. Maar uh, het, de, de meeste verschillen wat ik wel merk, is dat toen ik begon... Dat is ook al 15 jaar geleden... Ik was wel een van de eerste die on the spot ging werken op mijn laptop. Die ging uh, daar ging editen. En, en begin ik kon ook geen kleurcorrecties doen. Hè. Dat, dat, mijn eerste foto's zijn allemaal rood. Daarna waren ze allemaal blauw, omdat ik gewoon een verkeerd scherm had. Niet gecalibreerd. Allemaal van dat soort dingen. Die fouten maak je, en die dat, hmm. dat is ook echt dat daar zal je mij nooit over horen. Ik bedoel, ik heb fotografen hier bij Volt eh, rondlopen die ook gewoon net beginnen, die gewoon vragen, mag ik komen fotograferen, want ik vind het leuk. Ja, tuurlijk ga ik nee, fotograferen, dat, dat, dat... maar dan kun je niet zeggen van die foto moet net zo goed zijn als iemand die 15 jaar ervaring heeft. Nee, nee. Maar als jij met zo'n lensenpakket aankomt, daar koop je niet voor de fun, want dat gaat echt nee, om de Dan moet je wel wat euh, beter bezig zijn inmiddels. Sorry, maar dan kun je die fouten niet meer maken. Je, dan mag je dan mag stijl nog veranderen, maar dan mag je dat soort fouten niet maken. Zeker niet hey. online plaatsen. Weet je mag je ze maken, maar plaats niet online. En, um, um, ja, dus, dus mijn set, ik probeer altijd een beetje te variëren met, 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 met de lenzen die ik, bij, die ik bij me heb. Nou, Ik heb altijd zonder lenzen bij me, maar soms weet je ook gewoon, dan sta je op zo'n afstand, het is altijd de 70-200 die je aan het gebruiken bent en je hebt al die lenzen voor niks meegenomen, want die kun je gewoon niet gebruiken. Nee. En de andere keer sta je in de oefenbunker recht... Tegen het podium aan en dan denk je, ja, ik heb niks aan mijn 7200, want die ga ik gewoon niet kunnen gebruiken. Want 70 dan veel dat in de ik neusgaten. Ja. Ja. Dus, dus je hebt wel altijd te veel mee. Dat, uh, dat Standaard toch? Daarom ja. hebben we die cameratassen, die stoppen we helemaal vol. En uh, je hebt ja. altijd te veel bij je. Ja, dus dat is een beetje wat ik aan de Gear mee heb. Wat heb jij ik, uh, allemaal in die rugzak gepropt? Ja, ik heb nou uh, dan, zoals misschien mensen al weten, ik heb nu nieuwe gear sinds een uh, tijdje. Ik heb een nieuwe main camera. En daar ben ik eigenlijk uh, afgestapt van uh, een systeemcamera die wat voor mij wat groter was. Met, in, uh, met changeable lenzen. Ben ik teruggegaan naar een compact camera. Omdat die gewoon betere kwaliteit kan leveren. Dan die systeemcamera met in, ja, veranderbare lenzen. Staat die uh, M50 nog te koop of niet? Hij is verkocht. Hij is verkocht. Hey! En de lens is verkocht. En voor, en voor een mooie prijs? Uh, ja. Ja, dat, is, dat is altijd ik heb er, uh, uh, je hebt er een nieuwe camera van gekocht nee maar wel uh, uh, met die lens heb ik deze uh, Sony ZV-1 heeft mij uh, rond de 900 euro gekost in, met die grip erbij en ik krijg aan uh, bijna 650 euro uh, terug van mijn uh, Canon M50 oh dus, nice uh, hij is gewoon bijna gratis ja, nou ja, want, want uh, ik had daar wel ook nog een dure lens erbij. Die lens wat ik verkocht heb, die heb ik voor 220 euro gekocht destijds. Dus die is dan toch, die is ook nog mooi voor een mooi prijsje weggegaan. En, uh, maar wat ik het leuke vind, die zijn wel weggegaan naar mensen die allebei hard hebben voor camera's en video. Dus dat vind ik gewoon heel leuk. Um, uh, hij komt goed terecht. Maar wat zit in mijn cameratas? Op dit moment heb ik dan de Sony ZV-1. Dat is een uh, Compact camera van Sony. Te vergelijken met de RX 100 serie. Alleen deze is meer gericht op het maken van video. En uh, ik ben teruggegaan omdat ik. Uh, ik wil gewoon een kleine camera bij me hebben. In zo'n pretpark. in is een teampark. Het is allemaal heel leuk zo'n grote camera's. Uh, ik miste de stabilisatie. Die zat er niet in, die andere. Hè. Niet zo mooi als dat bij mijn canon die ik vroeger had. Ik heb gewoon weer een kleine camera, Sherry. Dat is gewoon heerlijk. heerlijk. Ik kan hiermee filmen uh, zo professioneel als je het zelf maakt. Gewoon. Um, ik kan de stabiliteit instellen. Ik kan echt zoveel dingen instellen die wat ik er voorheen niet kon. En uh, de picture -kwaliteit, uh, kwaliteit die hieruit komt, die is uh, fenomenaal. En wat ik heel lekker vind is dat. Uh, ik heb er nou zoals je ziet op de camera een, uh, een externe een microfoon op cat. zitten. Ja, dat is zo'n uh, uh, rode, nogmaals microfoon. Uh, die gebruik ik heel graag. Maar het, uh, wat hier het vervelende aan is: is dat als jij erachter spreekt, dan moet je ook de microfoon omdraaien. En bij deze Sony vind... zit er ook heel mooi intern geluid in. Maar ik dus vind ik hem echt... toch wel eens. Uh... Ik vind hem buitenproportioneel groot. Ja, vergeleken met de katten. camera is hij super groot. Ja. Ja. Uh, hij, ja, inderdaad, hij is van zichzelf. Ik zal hem eens eraf halen. Wel een stukje kleiner. Kijk, dit is het. Ah, oké. Okay. Okay. Maar als dan ik hiermee buiten ga filmen. Ja, dan hoor je, dan hoor je niks mee. meer uh, van wat ik zeg. Nee, maar dus. Uh, voor het werk dat ik ermee doe, ben ik uh, teruggegaan van groot naar compact. En daar ben ik heel erg blij mee. Het is maar wel mijn eerste Sony die ik heb. Maar is het dan ook zo dat je maar één camera nog normaal hebt? Is het gewoon de allrounder? <laughs> ik weet dat ga ik stiekem hopen dat ik nog maar één camera nodig heb. Maar ik ken mezelf. Uh, nou, je kan ik kan niet onder ook water, zo toch? Nee, dus ik heb okay. altijd als ik, als ik iets met water ga doen, heb ik een GoPro nodig. Ik heb een GoPro Sessions, dat is zo'n uh, GoPro-tje zonder scherm. Was gewoon een heel fijne, goedkope GoPro, uh, die ontzettend mooie kwaliteit levert en ook in zelfs in 4K kan filmen als ik dat wil. Um, ja, die gebruik ik al jaren. Die gebruik ik echt al vier of vijf jaar. Nee, dat, dat lieg ik. Ik bestaat niet vier of vijf jaar. Die gebruik ik vier jaar of zo, denk ik. Die is gewoon heel fijn. Uh, tegelijkertijd gebruik ik uh, een DJI Osmo Pocket. Dat is zo'n uh, uh, kleine zo stabilizer uh, cameraatje. Dat is een gim kleine gimbal eigenlijk. Ja. Maar de kwaliteit die daaruit rolt, die is echt verbluffend. Daar is het minpunt dat het geluid niet altijd optimaal is. Maar voor de dingen die je uh, ermee doet, is die echt briljant. Die heb ik eigenlijk altijd bij me. Als ik, uh, als ik nu op pad ga, heb ik de Sony ZV-1 bij me. Dan heb ik uh, waarschijnlijk toch nog mijn oude Canon G7X als backup liggen. Voor, stel, de Sony ZV-1 gaat een keer kapot of wat dan ook. Of er is wat mee. Uh, is in het donker toch niet zo goed. Dan haal ik even de Canon G7X. De eerste versie tevoorschijn. Ja, dat was gewoon een bakbeest dat uh, me zoveel plezier gebracht heeft. Uh, en nog steeds doet hij het goed. Hij, gaat alleen niet meer, hij sluit niet meer zo mooi. Dus de lens die wordt niet meer iemand <laughs> gehoord. Ja, Ja. Um, en die DJI als mijn pocket. En de GoPro die heb ik altijd wel bij me. Maar eigenlijk past dat een hele kleine tasje als je die kennen die, die, uh, die nog weglaat. Dus alleen de Sony, de DJI yeah. en de, uh, de GoPro. Dat zijn ik hele, had voor hele ook hele een heel klein, klein tasje. Ja. Ik heb pas zo'n grote tas gekocht. Omdat ik natuurlijk twee lenzen had. En zo'n body die wat toch wat groter was. Van die N50. Ja. En ik had het microfoon die ik niet altijd... Ah, ja, uh, ja. Dus dat, dan heb je toch al... Dat stop je niet zomaar in je tas. Um, dus ik hoop oprecht, Fariq... Dat ik uh, over een half jaar zeg... Oh, ik neem alleen nog maar de CV1 mee. Dat, dat is alles wat ik nodig heb. Heb, heb je niet de neiging... Want dat, dat, maar dat zit altijd in mijn hoofd. Om dan gewoon twee van die, van die uh, CV1's te kopen. Ja, maar die gebruik ik niet. Dus... Nee, maar je, nee, maar je hebt je backup camera Oh, nee, ja, nee, is nu, ja. Is, is nu echt een hele stap terug. Luister, het is voor mij, als ik het niet, als je het eventjes niet zou doen, dan, dan, dan heb ik even een backup camera en dan is de volgende trip weer een nieuwe. Dat is gewoon een ding, maar ik ga niet, dat moet je van alles twee dingen hebben, ja, nou, ja, ja, en nee. Kijk, camera is natuurlijk het, het, het belangrijkste. En je hebt ja, het, geen is werk, he? het is niet nee, mijn hebt, werk. Het ja, is niet echt mijn werk. Het is mijn uit de nou, hand gelopen hobby. Ja, maar je hebt, je hebt geen, uh, uh, geen verwisselbare lenzen. Nee, dat, uh, dat heeft deze niet. Deze heeft dus, gewoon één uh, lens. Dus, dus als die dan stuk is, dan is dat ook gewoon meteen je camera. En niet een lens die ook eventueel stuk zou kunnen zijn. Ja, kijk Ik heb wel een maar, keer een kapotte lens gehad, en dan pak ik gewoon een andere lens en ga je daarmee verder. Uh, weet je wat het is, als me dit in Amerika gebeurt. Hij komt dan, 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 dan Precies, dan is hij die avond nog in mijn hotelkamer. Dus. Uh, ja, dat is ook wel. Je hoeft het inderdaad niet te Snap je wat ik bedoel? Het ja. kan tegenwoordig allemaal zo makkelijk. Ja, ja dat is wel ook En als mijn in Parijs gebeurt, en is het, oh jammer, dan film ik met de G7X. En als die kapot gaat, dan film ik met mijn iPhone <laughs> 11. Ja, nee, maar. Ja, voor Mr. een Gigi t zou dat gewoon kunnen. Wat zeg je? Mr. Cheesy pop doet ook met zijn telefoon toch? Er zijn heel veel mensen die ja. alles met hun telefoon doen. Ja. En ik eh, gebruik ja. mijn telefoon ook zo nu en dan. Want uh, de functie 4K en hier uh, wide angle op op je iPhone 11 Pro, dat is gewoon heel mooi. Ja, en eh, eh, Oké. Okay. Ja, dat komen we misschien te veel bij het software. Laten we het niet doen we, hebben nog maar een kwartiertje. Uh, zullen we naar de accessoires gaan dan? Of ik heb er niet zoveel, dus dan uh, zal ik wel even beginnen. Ja, doe maar. Uh, het, ik heb wel bij die Sony ZV1 een leuk accessoire. Uh, daar heb ik zo'n. Uh, ja, het is een tripodje slash Bluetooth bediening. Maar daar kan ik ook mee inzoomen, mee uitzoomen. Ik kan de opname starten. Ik kan de background blurry maken. Het is echt fantastisch ja, wat dat ja, dingetje ik, allemaal ik kan. Ik vond dat toen ze dat aankondigden echt zo'n slim slimme tool. Super hij kost slim. Ook, hij kost ook niet veel. 150, 150 euro. 150, ja. ja. En het is echt zo'n. Zo dat kun je ook gewoon later uh, eigenlijk uh, stabiel. Weet je, voor je verjaardag erbij vragen of verkeers, weet je. Zo'n zo zo losse accessoire wat ze, wat, wat ze goed kunnen bijverkopen. En toch, iedereen wil hem toch hebben uiteindelijk. Ja, het is nog even kijken hoe snel en makkelijk ik alles omzet. Ik moet nog even een beetje leren met, ja, uh, ja. leer ze het beste. Dus ik heb ook nog zo'n uh, zo standaard tripodje, zo'n kleine. Die heb ik altijd in mijn cameratas zitten. Uh, en verder heb ik uh, altijd twee powerbanks bij me. Uh, want ik kan mijn camera batterijen kan ik gewoon met een powerbankje oh, opladen als ik dat wil. Heerlijk. En ik heb uh, van die uh, uh, je krijgt standaard bij Sony dan uh, krijg je een ...één batterij, maar er zit niet meer zo'n kastje bij uh, bij deze. Die moet ik gewoon opladen in de in de camera. Ja. Dus ja. ik heb nu wat heb ik altijd. Ik heb zo'n duo laders, die had ik altijd. En dan heb ik ja. ook voor de Sony weer gehaald. En dan kun je gewoon twee batterijen tegelijk doen. Dus daar heb ik er twee van. Dus ik kan vier batterijen tegelijk opladen. En ik heb nu uh, vijf Sony-batterijen. Hoeveel batterijen gebruik je op een dag dan? Ja, met deze weet ik dat nog niet. Maar bij nee, die okay, G7X, maar... uh, ja. was ik echt wel. Uh, die waren ook onbetrouwbaar. De G7X is heel onbetrouwbaar met batterijen. Die, uh, die geven ook niet fatsoenlijk aan wanneer die echt leeg is. Uh, dus dan gebruik ik wel echt vier batterijen op een dag. Holy shit, man. Maar ja. is dat dan omdat je zo vaak aan, uit, aan, uit, aan, uit hebt? Ik denk het wel, want ik heb me heel vaak aan, uit als ik even een stukje ja. doe. Kijk, de meeste batterij gaat natuurlijk door die lens die intrekt en weer uitkomt. Dat is ja. het. Uh, en bij mijn uh, vorige, de M50, daar had ik drie batterijen. Maar ik kon dan makkelijk met twee filmen. En ook met één kon ik best wel lang filmen. Maar dan ook als stel, ik heb wel eens gehad dat ik veel shows en parades op een dag filmde en een vlog opnam. Dus dan had ik veel batterij nodig. Um, en dan kan ik gewoon mijn powerbankje koppelen aan zijn duo lader. En dan leg ik die twee, die heb ik niet, die, die niet gebruikt, die wat er leeg zijn, die gaan maar gewoon opladen. En dan ja. zijn die al voor de volgende dag opgeladen of alsnog nog als backup. Ja, ja soms is, is net die halve kracht net genoeg om iets af te ja. ronden of uh, nog iets te doen. Ja, zeker. En wat ik nu bij deze heel fijn vind, daarom heb ik een tweede powerbank gehaald. Uh, die Sony ZV1 die kan ik gewoon koppelen aan de powerbank en dan kan ik zo lang filmen tot de powerbank leeg gaat. Dat <laughs> is slim gedaan. Ja, <laughs> ja en dat is ook hij heeft in 4K deze heeft geen limiet uh, met opname tot die ja. stopt zeg maar. Dus ja. als ik uh, een keer een show van een uur wil filmen in 4K, dan hang ik hem lekker aan mijn powerbank en dan kan ik filmen tot die, tot de powerbank leeg is. Ja super slim. Ja ik vind die, dat, dat vind ik wel van die handige dingetjes die je echt mis in zo'n spiegelreflectcamera's. dat je denkt ja dat zijn toch ook wel ja ik ben daar wel echt heel blij mee en ik kan ja. niet wachten om te proberen ik heb hem geprobeerd Huis, tuin en keuken ja maar echt ik wil hem in het veld gaan doen weet ja. je ik wil hem in het veld gooien ik wil phantom Manor er mee ik wil alles te doen dus uh... komst kom. nog even nog even geduld en verder zit mijn paspoort en mijn cameratas ja dat daar moeten we ook vanaf en mensen paspoorten rijbewijzen <laughs> pasjes Oh, man. Ik heb, ik heb mee moeten slepen. Hè? Ik heb hier mijn beurt. Dat is echt dat je denkt: hier we moeten we af. Dit kan gewoon in je telefoon. Waarom doen we. Ik hou trouwens. trouwens ja, maar, thuis, maar dan ik heb raak je, je helemaal, telefoon ik, kwijt. Ik heb, helemaal, ik heb hier helemaal geen webcam hangen, Die hangt hier. Uh, uh, daar moeten we van af. Waarom kan ik niet gewoon identif identificeren met mijn telefoon? Ja, maar stel je moet steven, raakt je telefoon kwijt. Ja, kan ik me, dan, dat maakt niet uit. Dat heb je zelf met je beurs. Als jij je paspoort kwijtraakt, dan ben je het ook kwijt. Ja, ja, ja maar je telefoon is nog wel iets kwetsbaarder. Ja, van. maar als ik gewoon kan inloggen op de cloud, dan ben ik. Ja, toch, nee, dat is ook zo. Dat, dat ik, heb, ook ik, heb, ik heb in mijn Dropbox, staat hij gewoon. Dat staat mijn idee. Dus dan denk ik van ja. Ja, bij mij ook, alles staat daarin. Dus, uh... Dat moet genoeg zijn, maar dat, uh, dat is volgens de wetgeving nog niet genoeg. Maar uh, oké, okay. dat was het bij jou. Dat was, ja, het zit, dat, nou, ik vind het, het, nou, het zit nou, een lekker klein kamer, compact, uh, compact uh, kitje eigenlijk. En ik want, wil hem uh, het liefst nog compacter, dus... Ja, yeah, yeah, yeah. je gaat nog wel snijden erin, dat komt wel. Uh, ja, mijn tas. Dan kijk ik tegenaan met mijn tas, maar daar zit helemaal niet zoveel in. Uh, mijn cameratas, dat wil ik even denken. Ik heb daarnaast uh, een extra setje geheugenkaarten. Want, oh ja, sorry. Alsof ik dat ooit gebruik. Ja, ja heb alsof. Ook. Heb je ooit je geheugenkaart vervangen? Ja, ik heb hem nou wel eens vol gehad. Uh, ik niet meer. Sinds mijn nieuwe camera's... Niet meer. Ik zet ik ik uh, een uh, QXD-kaart zit erin van weet ik veel hoeveel gigabyte. Uh, en ik heb een uh, SD erachter zitten. Die gaan niet, die zijn niet gekoppeld, kan wel, maar dat doe ik niet. Pff, uh, ik, uh, welke dag maak ik nog meer dan duizend foto's? Dat gebeurt niet meer. Dat, mm -hmm. dat was vroeger. Uh, dus dat gebeurt bij niet. Uh, maar ik heb altijd een paar reserve. Uh, uh, stel, er gaat er eentje stuk, dan heb je in ieder geval uh, nog een kaartjes achter de hand. En mijn broertje heeft de parijs wel eens tijdens een trip een corrupte kaart gehad, dus die moesten ja. links. Uh, was wel heel blij dat hij. Ja, ja, maar, een maar ik, heb, had. ik heb er twee in zitten. Dus dan gaat er ja, één ja, ja, van die twee ja, ja. stuk. nooit tegelijk. Dus dan denk ik van ja. Oh, dus jij hebt een in jouw camera kunnen nog twee tegelijk. Ja, ja één QT oh, één in nice. één SD. Dus dat. Oh, toch. daar kijk, daar heb je altijd wel, dat is wel nice. Dus daar zit al, dus daar zit mijn backup al, zeg maar. Ja, ja, ja. Zou um, Het zou verstandig zijn om dat wel te laten dobbelschrijven, maar dat doe ik gewoon niet. Uh, dan heb ik nog een extra batterij. Uh, buiten het feit dat er nog een extra batterij in de D18 zit. Hè. Dus ik heb in principe twee extra batterijen. Um, uh, dus ik heb drie batterijen in totaal mee. Daar kan ik. Pff, ik weet niet hoeveel kliks mee maken. Dat, 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 dat is niet oneindig. Maar uh, ik zou een festival dag met uh, een 20 bands met gemak kunnen doen. Ja, ja, ja. Dan is die nog steeds niet leeg. Als ik ga filmen, wordt dat natuurlijk een ander verhaal. Maar zelfs daar ja. kan. Twee videoclips opnemen, zoals recentelijk. Dan ben ik nog op de helft van de batterij. En dan heb ik zeven keer de clip opgenomen. Ongeveer zeven, acht keer. Dus nice. 21 20 minuten. Dus een half uur zeg maar. Yeah. En dan ben ik pas op de helft van mijn batterij. Nu neem jij alleen maar video op. Oh, dus, dat is heel ja. uh, dus voor mij is dat gewoon de dus prima te doen. Meer heb ik niet nodig. Um, dan heb ik uh, mijn laptop mee. Uh, degene waar ik nu aan het, uh, uh, aan het opnemen ben. Dat is een, een, een MacBook Pro daar uh, heb ik uh, genoeg kabelwerk mee om iets te kunnen aansluiten, want je moet allemaal kabeltjes hebben natuurlijk, want het is dongle life hier tot met. Uh, dan heb ik uh, een koptelefoon, die, of uh, oordopjes, of die Beats yeah. Pro mee. Uh, dan heb ik uh, oordopjes mee ter gehoorbescherming. Want ja, ja, dat is wel mee. een slimme ja. Dan heb ik uh, meestal een aansteker uh, mee. Dan heb ik uh, wat schroevendraaierachtige uh, kit mee. Misschien dat ik die heb. Die is wel leuk. Als ik die bij me heb... Waarom dan, heb je een aansteker mee? Ja, heb je nooit iets moeten doorbranden dan? Nee. Ja. Uh, ja, uh, uh, ja, die heb ik mee. Dit is handig, mensen. Die staat ook te koop nog op mijn marktplaats, want ik heb er te veel. <laughs> dit, dit is mijn schroevendraaier. Dit is superhandig. Zag je het? Ja. Je kunt daar... Uh, maar Waar heb je die nodig bij je camera's zit... dan? Ja, je zal je verbazen hoe vaak lenzen kapot gaan aan de binnenkant. En er ja. zit gewoon een standaard uh, uh, bitje bij. Ah, op die fiets. En dan uh, duw je die erop. En heb je een schroevendraaier. Super handig, klein, gepakt. Ik heb uh, zo'n dingetje mee voor mijn laptop. Die heb ik ook. Don want Dongle Life. Ja, uh, dus daar kan ik mijn uh, SD in steken. nu heb ik in principe lees ik nooit mijn SD meer uit, hè, want ik heb alles gewoon met, direct op mijn camera aangesloten. Uh, nou, dan haal ik die net eruit. dit is mijn batterijpack even langs mijn gezicht, hij is net zo hoog. ja. dat is echt, uh, ik weet niet hoeveel milliampere maar uh, uh, 20.000. dus dat is, daar kan ik mijn laptop mee opladen, zeg maar. dat is ook een doel. <laughs> uh, want dat is het voordeel van USB-C, dus daar, daar, die heb ik ook standaard mee. Uh, dan heb ik. Uh, wat ik uh, Meest is mijn eten. Mijn plenty, ja, die, die batterijpack van jou, die moet je me maar, maar eens een keer doorsturen. Ja, en anker. Dat ding is zwaar, daar kun je gewoon niet meer mee killen. Als je oh. die een beetje goed gooit, dan is het gewoon nog oud Dan mogen ik misschien niet hebben. Uh, <laughs> uh, nou ja, het is voor la ik kan mijn laptop ermee laden. Hè. Gewoon een volledige laptop batterij kan ik ermee laden. Dus als de ja, de ja, ja. Um, even denken, wat heb ik nog meer in mijn tas? Een beetje zitten. Normaal gesproken, ja, mijn allemaal niet zo zwanger. Uh, mijn clips, dus dat is meer de, 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 de aansluitingen voor mijn tripod en zo. Die heb ik mm -hmm. meestal in mijn cameratas erbij zitten. Gewoon omdat als ik me ergens kwijtraak, dan heb ik in ieder geval een backup. Uh, en ik heb ook zo'n klikker. Ken je dat? Tot je zeg maar op je afstand. Op afstand, uh, ja, afstand ja. zou kunnen klikken, ik gebruik het nooit meer. Maar ja, dat, dat kan deze dus ook. Want... Ik ja, kan, dit is gewoon bluetooth, ik kan mijn camera op een tripodje ja. zetten en ik kan hiermee inzoomen en ja. ik kan hiermee klikken, dus dat is prima. Ja, dat. Dus die, heb ik, die heb ik ook mee, maar dat is dan bekabeld en niet draadloos. Want bluetooth en, uh, of wifi, weet ik wel wat er op die D58 zit, is één grote puinzooi. Dat kan, dat kan Nikon echt niet. Uh, die, die tools die moeten ze maar eens een keer ontwikkelen. Ik denk niet dat ze het gaan doen, maar het werkt gewoon niet. Uh, even denken... Ik denk dat ik dan eigenlijk mijn cameratas bij elkaar heb. Maar het, is wel, het is wel aardig wat kilo's, zou ik het zo zeggen. Ja, dat kan ik wel voor. Dus dat, dat sleep ik al standaard mee op mijn rug. En dat, uh, dat is een beetje wat in mijn cameratas zit. En dan heb ik het puur over mijn cameratas. Dus mijn tas ja, ja, ja. is een andere tas en mijn opnametas is een andere tas. Maar puur over het camera spul wat ik meeneem aan een concert, is dat ongeveer wat ik uh, meeneem. Een eigen thuisstudio heb je bij je op je rug. Ja, 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 ja. Ik, kan, ik kan. En dat is natuurlijk ook mijn voordeel. Ik, ik, ik edit onderweg en ik zat dus zondag bij een concert. Zij hebben de laatste noot gespeeld. Ik, ik steek mijn camera en mijn laptop. Ik zet de foto's over. Ik begin te bewerken. En voordat zij ja, ja. uitgepraat met een vriend en familie, had ik de foto's online staan en uh, had ik mijn werk. Dat moet weg. ik wel nog even erbij vertellen, natuurlijk. Uh, als ik naar zo'n opening in Parijs ga, dan zit mijn laptop ook in die tas. Oké, okay, ja, logisch. Want ja. dan is het ook: dan is het voor mij uh, eerste parade van het nieuwe seizoen. Filmen, de WiFi-spot, in naar Parijs opzoeken, <laughs> een laptopje open en dan staat het gewoon een kwartiertje later online. En oh, dat is, de, is... Een snelle WiFi. Ja, nou, ik weet de spots. <laughs> <laughs> ja, nou, ik heb mijn telefoon. Al, te, mijn telefoon ik, ik ga het eten daar, maar hier. Ja, mijn ja, telefoon ja. is altijd mee en dat is mijn 4G. Daar heb ik 100 gigabyte op per maand. Dat, is, uh, dat haal ik. Dat is net. redelijk wat. Ja. Zullen we even snel richting de tips gaan en dan afronden? Want ik zit een beetje in die tijd nodig. Ik vind het prima, krijgen. ik heb een leuke tip. Sorry mensen, ik, uh, we kunnen hier nog uren over praten. Dat gaan we zeker in een andere DNS-aflevering nog doen. Maar uh, voor vandaag weet u in ieder geval wat in onze camera zit. Dus als jullie die willen jatten, weet je precies wat je meeneemt. Ja, bij mij niet, want je weet niet wat ik meeneem en wat niet. Ja. Want ik heb altijd een rugzakje op en dan <laughs> verdeel ik het. Maar mijn uh, tip voor deze week, die staat op Disney. Plus. Oh. Uh, je hebt uh, zo'n hele leuke film die ik fantastisch vond. Dat was Frozen 2. Oh. En daar is nu een heel mooi kijkje achter de schermen van uitgekomen. Oh, en en dat is... wat een kijkje. Echt hè. Ik heb, ik, ik heb pas aflevering 1 gezien. Omdat ik het gewoon te leuk vind. Ik wil het niet allemaal te snel achter elkaar kijken. Ja. Echt. Snap ik. Je ziet... Een, zeg maar zo'n aftelklokachtig iets gefilmd hè. Nog negen maanden tot de première. Ja. En een hele scène moet overhoop gegooid worden. En dit gaat niet goed. En... Daar zit de emotie en dit is, oh jongens, echt lekker in Burbank op de Wild, Wild Disney Studios rondlopen, ervaren, zien hoe de fantastische muziek wordt ingespeeld. Oh, als je daar een beetje van houdt en je wilt kijken achter de schermen, dan moet je Into the Unknown, The Making of Frozen 2 kijken. Op Disney Plus. Ja, echt, ik heb, ik heb de eerste twee of drie afleveringen gekeken en ik had echt zoiets van: wat gebeurt hier? Ziek hè? Oh man, echt, en ik, ik vind die film nog niet is de beste film ooit. Hè? Dit is gewoon echt de achterkant tot dat. Ik denk, ja. Ja, dit, ik hou van dat maken. Dat is echt. De, 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 de een de voorbeeld? Is er en, ja? is een meisje die moet uh, een heel bekend <laughs> stuk uit de film uh, animeren van uh, Elsa. Die wat op een ijsberg rent en. Of wel struikelt. Of struikelt. Uh, Dan heeft dat meisje heel leuk gedaan dat Elsa struikelt. En het ziet er heel leuk uit. En hij is ze heel trots op, maar hij moet volledig over. Ja. En dan komt ze met iets veel beters. Met de hulp van een ander iemand die wat even wat spint. En, oh, heerlijk, en ze heeft ook te zien ja, jaren komt. daarop gewerkt. Hè? Ja. Op, op drie minuten film. Ja, ik ja, krijg drie minuten in de film. Ja, ja heerlijk bijzonder. toch? Ja, heerlijk. Inderdaad, uh, zeker kijken. En volgende week gaan we het sowieso over Disney Plus hebben. Dat hebben we wel al besloten. Waardoor we volgende week al dan niet meer over hoeven na te denken. scheelt ons weer tijd. Want als je nou uh, into the uh, making of hebt gekeken, uh, dit weekend. ...dan zet je daarna Hamilton aan... ...en dan kun je daarna lekker meegenieten met onze podcast... ...maar we gaan het volgende week sowieso over Hamilton hebben. Ik heb er echt zin in. Vrijdag ga oh, ik er zitten hoor. Ik heb mijn tijd al ingeroosterd in mijn agenda. Uh, mijn uh, tip... ...ook weer zo'n uh, goede filmtip... Uh, ...die je gewoon thuis op de bank kan kijken... ...want ik snap dat niet iedereen de bioscoop in wilt... ...en als je de bioscoop in wilt... ...heb je daar ook nog leuke, leuke films. Maar thuis bij Pathé Thuis... ...want dat is dan thuis... Huh? Uh, dat is echt thuis, thuis. Uh, kun je Groeten van Gerry kijken... Kost 4,99 euro. Huur en tientje koop. Ik heb hem gehuurd. Uh, ja, ja. Hoe moet je dat omschrijven? Uh, een groeten voor Gerry. De de film van Nederland, zeg maar. Oh ja? Oh, dat vind ik leuk. Ja, ja, ja. ja. Met ook de enige echte. Uh, nu ga ik het even snel opzoeken: Gerry van der Klei. Nou, weet je, weet je wie Gerry is? Uh, even kijken. Nou ja, waarom, waarom zegt hij dat niet? Oh ja hoe heet die? Frank Lammers natuurlijk oh echt oh ik heb het gezien op jouw uh, insta story ook inderdaad ja uh, uh, maar die uh, uh, speelt overal en dat is echt super tof en ik ga je afronden er komen mensen binnen lopen dus ik ga wel nou, afronden ik, ik zou zeggen Sherik, ik, ja. ik ga Gary een, een kans geven en Doe dat. Uh, tot volgende week tot volgende week doei